Hi iedereen en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag weer natuurlijk een leuke beauty video. Vandaag heb ik een soort van challenge. Ik weet niet bij welke YouTuber ik dit als eerste heb gezien. Maar ik heb het ook gezien bij Masha van Beauty Gloss. Maar zij was niet de eerste, maar ik ben vergeten wie de eerste was. En zoals je ook al ziet in de naam van deze video, ga ik al mijn foundations met elkaar mengen, opdoen en aan het einde van de dag weer even filmen om te kijken hoe het er nog op zit. Het is dus best wel spannend, want ik heb foundations die ook te donker zijn. Ze zijn of mijn kleur of te donker en ik heb geen te lichte, dus het kan ook niet elkaar in balans brengen, want ik heb geen lichtere. Dus ja, ik ben echt heel benieuwd hoe het dan allemaal wordt. Ik heb ook foundations die ik nooit gebruik. Nou, die doe ik er ook gewoon bij, want ik pak echt al mijn foundations. Het zijn er in totaal 12. Ik vind het ook wel een beetje foundationverspilling, maar ik ga niet te veel gebruiken, want je hoeft ook niet veel, want het is maar één gezicht die je hoeft op te maken. Ik heb nog nooit zo'n soort video gemaakt op mijn kanaal, dus dit wordt de eerste keer. Vergeet ook vooral niet te liken als je deze video leuk vindt. Vergeet ook niet te liken als je de video niet leuk vindt. En ja, dan gaan we maar snel beginnen. Nou, de eerste foundation die ik in het bakje doe is deze van Clinique. Dit is de meest oude foundation die ik hier in huis heb liggen. En ik heb hem in de kleur 9, dat is Sand. Deze foundation is gewoon wel mijn kleur, dus dat scheelt. Kleur. En deze foundation is olievrij en je moet hem altijd even schudden voordat je hem opdoet. En deze foundation heeft een semi-matte finish. Dus hij is wel mat, maar niet helemaal. De volgende is de Essence Stay All Day Foundation. Dit is een 16 uur long lasting foundation. Dus als het goed is, blijft hij 16 uur op mijn gezicht. En ik heb hem in de kleur 4 Soft Honey. Deze foundation is de slechtste die ik heb van mijn huid. Misschien is hij goed voor jou, maar voor mij, tussen al mijn foundations, ik gebruik deze nooit. Het is in principe mijn kleur, maar hij is net iets te geel-oranje. Dat heb ik heel vaak met Essence foundations. Ik heb nog geen foundation van de Essence gevonden die ik goed vind. Ook deze vind ik niet zo goed. Dus ik denk dat deze een beetje de foundations gaat verpesten. En deze foundation is niet mat. Hij is dewy, dus hij laat een mooie glans op je gezicht achter. De volgende is de Maybelline Fit Me in de kleur 225. En dit is niet de matte, dit is de Luminous Smooth. Dus ook deze laat een glans achter. En deze is goed voor de normale tot droge huid. En deze heeft een medium tot volledige dekking. Mensen die mijn video's al vanaf dag 1 kijken, weten dat ik deze foundations elke video heb gebruikt voor like 30 video's lang. Ik was echt obsessed en ik vind hem nog steeds echt heel goed. Het is dat ik video's maak, dat ik daarom ook andere foundations heb. Maar als ik geen video's zou maken, ik zou echt gewoon deze altijd opdoen. Want hij is ook betaalbaar. Slechts €14,99 of zo bij de Kruidvat. Dus deze is echt top. En als je een hele vettige huid hebt, heb je hem ook in een matte. Dat is de Maybelline Fit Me Matte. En die schijnt ook goed te zijn. De vierde is mijn Little Foundation en die heet gewoon Foundation. En dit is de kleur 40 Soft Caramel. Ik heb een hele video gemaakt waarin ik make-up van de Little test. Klik even hierboven als je die nog niet hebt gezien. In die video kon je ook al zien dat ik deze echt geweldig vond. Deze is maar 2 euro, is super mooi. De kleur matcht perfect. Hij heeft een mooie medium dekking, medium tot volledige dekking. En deze is ook richting de mat. Dus ik vind deze ook echt top. Ik heb hem ook echt gewoon nog vaker gebruikt. Dus als je gewoon een leuke, betaalbare foundation wilt, kun je deze kopen. Hij is er alleen niet in veel kleuren. Tenminste bij mij, Lidl, maar heel veel waren ook al op. Maar ik had dus geluk dat deze er wel was. Dit is de L'Oreal Infallible 24 Hours Matte Foundation. Deze claimt dat hij 24 uur lang mooi op je gezicht blijft. En deze is volledig mat. Als je een hele goede matte wilt, is deze perfect voor jou. En ik heb hem in de kleur 32 Amber of Amber. Hier komt dus waar ik de fout in ben gegaan. Dit is absoluut niet mijn kleur. Het heeft een rode ondertoon. Hij is best wel donker. Hij is veel te donker voor mij. Veel te rood. Dus deze foundation gaat straks alle foundations samen veel te donker maken voor mij, denk ik. Maar ik vind hem wel echt heel goed. Dus je hebt hem in 4 kleuren. Ik had gewoon een andere kleur moeten pakken. Maar deze foundation is oprecht heel goed en heeft een volledige dekking en is mat. Dus ideaal voor mensen met een hele vettige huid. Buy it. Hij is ook goedkoop bij de Kruidvat. Dit is weer een foundation van Clinique, maar een andere. Dit is de Beyond Perfection Foundation Plus Concealer. En dit is met zo'n applicator. Deze applicators zijn zo fijn. Echt, had elke foundation maar. En dit is een concealer en foundation 1. Dus als je een wat lichtere kleur pakt, kun je er ook mee concealen. Het heeft een volledige dekking. En heeft een natuurlijke tot aan matte finish. Dus niet volledig mat. Ik vind deze heel fijn. Het enige probleem is de kleur. Hij is te donker voor mij. Ik heb hem in de kleur 14 Vanilla. Ik heb deze foundation gehad.
Dus ik heb hem niet uitgekozen, anders had ik waarschijnlijk wel de juiste kleur gehad. Want ik vind hem echt heel mooi. En je krijgt best wel veel. En ik vind Clinique sowieso een best wel fijn merk, vooral voor skincare ook. Dus ja, het enige slechte wat ik hierover te zeggen heb is, ja, de kleur veel te donker. Volgende is mijn Estée Lauder Double Wear Foundation. Super, super, super veel dekking. Maar niet zo vies, maar echt gewoon wel een mooie dekking. Maar echt volledige dekking. En deze is mat, richting de mat. En ik heb hem in de kleur 3 en 2. Dit is een van mijn favoriete foundations. Dit zijn mijn twee favorieten, Estée en Maybelline. De kleur is ook echt perfect voor jou, want als je gewoon naar de winkel gaat, dan doen ze voor jou de kleur matchen met je huid. Kijk altijd nog even buiten, ga altijd even buiten staan, want de lichten in de winkel maken elke kleur anders. Dus ga niet ervan uit dat die gewoon goed is, maar ga even gewoon bij een raam staan ofzo, dat je het zeker weet. En ja, deze is gewoon top. Volgende is mijn Wet n Wild Photo Focus Foundation in de kleur Golden Beige. En deze heeft een medium dekking. Er zijn heel veel beauty YouTubers die deze helemaal geweldig vinden. Vandaar dat ik hem ook heb gekocht, want hij is ook echt heel goedkoop. Volgens mij echt 5 euro of iets in die prijskategorie. En je kunt hem kopen bij de Boozy Shop. Ik moet zeggen, ik vind hem wel goed. Ook vooral voor de prijs. En deze spatel is ook fijn, want ik vind dat soort applicaties gewoon altijd fijn, want dan hoef ik niet mijn vinger te gebruiken. Ik vind hem alleen niet zo goed als dat heel veel mensen doen. Ik vind hem niet super, super wowie. Ik vind hem gewoon normaal wel goed, vooral voor die prijs. Alleen ik heb een hele droge huid en je kunt dat best wel goed zien als ik deze op heb. Dus vandaar dat ik hem niet top vind en niet geweldig vind. Volgende is mijn Skin Tone Concealer van de Kiko en ik heb hem in de kleur N70. In principe is dit wel mijn kleur. Hij is een tikkeltje te donker, maar ik kan er wel mee wegkomen. Dit is geen matte foundation. Deze heeft een dewy dekking. Dus met een glans op je gezicht. Ideaal voor mensen zoals ik als je een droge huid hebt. Is deze echt heel fijn. Ik vind hem ook gewoon top. Hij blijft ook altijd wel gewoon goed zitten op mijn gezicht. Niet echt heel lang. Dus als je een super lange dag hebt, zou ik deze niet opdoen. Want je moet hem echt weer bijwerken. En ja, dat gaat een beetje moeilijk. Maar voor de rest is hij ook gewoon, ja, oké. De volgende is weer eentje van Kiko, maar dit is de Unlimited Foundation en deze is volledig mat en heeft een medium dekking. En ik heb hem in de kleur N40. Dit is wel mijn kleur. Ik vind hem alleen niet zo goed voor mijn huid, want ik heb een hele droge huid. En je kunt dan heel goed elke droge plek op mijn gezicht goed zien met deze. Ook al doe ik veel fixing spray en al die dingen, je blijft het heel goed zien. Vandaar dat ik deze eigenlijk nooit meer gebruik. Hij ligt te veel op mijn huid, hij gaat niet mooi mee in mijn huid. Dus als je echt een droge huid hebt, zou ik deze echt niet doen. Dan zou ik echt gaan voor deze. Maar als je een vettige huid hebt, is deze echt top. Want hij haalt alle olie op je gezicht er helemaal uit. Alles wordt helemaal mat. Dus daarvoor is hij echt toppie. En dit is mijn favoriete foundation van de Kiko. Dit is de 2-in-1 Foundation & Concealer. En ik heb hem in de kleur BB60. Dit is ook de perfecte kleur voor mij. Deze lijkt op deze van de Clinique. Zijn allebei 2-in-1 Foundation & Concealer. Alleen deze kost een stuk meer. Ik vind deze top. Deze is goed echt voor bijna elke huid. Het heeft een volledige dekking. Heb je een droge huid, normale huid, vettige huid, gecombineerde huid? Deze is eigenlijk bijna altijd goed. Heb je plekjes op je gezicht? Hij dekt alles. Ik heb dat niet per se, maar alsnog gebruik ik hem. Want ik vind hem zo mooi op mijn huid. Hij maakt alles zo mooi egaal en natuurlijk. Terwijl je wel een volledige dekking hebt. Dus dit is echt mijn topper. En de laatste is mijn L'Oreal Cushion Foundation. Ik weet alleen niet welke kleur dit is, want het staat er volgens mij niet op. Ik weet alleen wel dat de kleur te donker is. Ik heb dus deze kleur. Ik had die gekocht in de zomer, want ik dacht, ja, ik ben bruiner. Maar ja, hij matchte toen ook niet echt. Dus ik heb hem niet echt vaak gebruikt. Ik vind hem wel handig voor de prijs. Ik had hem toen ook meegenomen op vakantie. Deze is niet mat en heeft een medium dekking. En ja, hij is wel gewoon oké. Maar vergeleken met de rest van de foundations hoort deze niet bij mijn favorieten. Nou, dit waren dan alle 12 foundations die ik met elkaar ga mengen. En we gaan nu verder naar het gemeng en ik ga het nou op mijn gezicht doen. Nou komt het moment waar we allemaal op hebben gewacht. Ik ga dit op mijn gezicht doen. Ik moet het eerst even mengen. En ik ga het gewoon allemaal zo in elkaar mengen. Maar voordat ik dit op mijn gezicht doe, ga ik eerst primen met de Kiko Radiant Boost Primer. En ik heb het al wel eens vaker verteld in mijn video's. Deze is ideaal voor mensen met een droge huid. Zo, nou ga ik dit op mijn gezicht doen. Als ik er zo naar kijk, lijkt het wel een goede kleur te zijn. Maar ja, je weet nooit. En ik ben gewoon echt heel benieuwd. Want ik denk dat hij misschien iets te donker gaat worden. We will see. Maar ja, over het algemeen zijn al die foundations gewoon mijn huidskleur. Maar het is dus echt heel apart. Want ik heb nou allemaal foundations die qua dekking niet op elkaar lijken. Qua structuur. Eén is mat, andere niet. Dus het is nou allemaal één mengelmoes. Dus ik ben benieuwd hoe het dan op mijn gezicht gaat zitten. En hoe het de hele dag gaat meewerken. Want we gaan ook aan het einde van de dag weer even filmen. En dan kunnen jullie zien hoe het er nog op zit. Ik denk dat ik nou wel genoeg heb opgedaan. Ik denk zelfs te veel.
met mijn beauty blender ga ik het allemaal inblenden. Volgens mij is de kleur wel goed hoor. En echt, ik moet gaan werken vandaag van 1 uur tot 6:30. Dus laat me niet met de verkeerde kleur foundation daar staan. Het gaat op zich best wel goed. De kleur is best oké. Hij is wel iets te donker. Maar dat had ik al wel verwacht. De meeste foundations zijn mat die ik heb. Dus waarschijnlijk wordt het merendeels een matte finish. Ja, ik weet het, ik heb een droge huid. Maar toch pak ik altijd matte foundations. Omdat ik die gewoon het mooist vind. Ik weet niet waarom. Maar ik wil gewoon altijd matte. Ja, niet altijd, maar ja, meestal. Nou, ik heb hem nou helemaal op. Wat vinden jullie ervan? Ik vind het nog best wel mooi. Hij is wel echt heel dik. Ik heb ook best wel veel opgedaan. De kleur is iets te donker. Je kunt ook zien met mijn nek. Mijn nek is wat lichter dan mijn gezicht nou. Maar ja, dat valt niet per se echt heel erg op. Ik denk dat als deze er niet bij zat, het allemaal iets lichter was geweest. Het beter had gematcht. Want deze kleur is echt veel te rood en te donker voor mij. Dus die heeft nou ook de boel een beetje meer rood gemaakt en donker. Maar ik ga gewoon even veel concealer opdoen. Maar ik vind het op zich echt best wel te doen. Voor nu dan. Ik hoop dat het ook gewoon zo blijft de hele dag. En ja, ik ga gewoon even mijn gezicht verder afmaken. Concealer, blush en al die dingen. En dan kom ik zo bij jullie terug. Nou, ik ben weer terug. Ik heb me helemaal opgemaakt. Als je afvraagt wat ik op mijn lippen heb. Ik heb de Fall Lip Liner van de Kiko op mijn lippen. En ik heb de Vanille Cream van Yves Saint Laurent in de kleur 411. Nou, ik heb voor de rest geen probleem gehad met mezelf opmaken. Het is gewoon gegaan zoals normaal. Ik heb een hele lichte concealer gebruikt, zodat mijn huid weer iets lichter werd. Want de foundation was toch iets donker. En ja, ik vind op zich dat ik er gewoon wel goed uitzie. Ik ben gewoon echt heel benieuwd hoe het er aan het einde van de dag uitziet. Het is nu 11:30. Ik moet om 1 uur werken, van 1 tot 6:30. Dus dan kom ik gewoon naar werk weer terug. En dan kunnen we zien hoe het er nog op zit. Dus ga vooral nog niet weg. En dan zie ik jullie straks weer. Ik ben weer thuis. Het is nu 6:03. Let niet op mijn haar, want ik moest net echt 10 minuten buiten in de regen en in de wind lopen. Dus nu is mijn haar helemaal zo plat geworden door alle regen. Maar we zijn hier niet om het over mijn haar te hebben, maar over mijn gezicht. Ik ben nog vrij positief over mijn gezicht. Het ziet er best goed uit gewoon nog. Het heeft niks raars gedaan wat hij normaal ook niet doet. Het enige wat ik oprecht minder vind is het is best wel dik. Dat komt ook omdat ik over het algemeen veel full coverage foundations heb. Dus foundations met heel veel dekking. Dus ja, als je die allemaal gaat mengen wordt het één grote dikke dekking. Dus het is wel echt wat dikker dan normaal. Ik heb ook best wel veel opgedaan, maar ik doe altijd veel op. Dus ik dacht ik doe nou ook gewoon veel op. Maar voor de rest heeft het eigenlijk prima zijn werk gedaan. Het zit er gewoon nog goed op. Ik heb geen opmerkingen gehad of zo. Dus ja, mocht je ooit je foundations willen mengen, kan gewoon. Er zijn sowieso vaak mensen die twee foundations mengen, omdat de kleur dan goed is of ze vinden dat gewoon mooier. Dus foundations mengen is niet heel raar, maar om er 12 te mengen, ja, is wel een beetje apart. Maar mocht je de 12 willen mengen, meng lekker 12. Doe wat je wilt. Het kan. Je kunt zien dat het gewoon kan. Jullie kunnen me ook gewoon zien. Niks raars of zo. Nou, vond je deze video leuk? Liken. Dat is echt super fijn voor mij. Jullie hebben oprecht geen idee hoe fijn het is voor mij als er wordt geliked en geabonneerd, of course. Maar dat is wel bekend. Als je benieuwd bent wat ik nou op mijn lip heb, want ik heb van lipkleur veranderd. Want die rode gloss ging echt op mijn kin, op mijn wangen, was echt een mes. Ik heb lippotlood op van de Kiko in de kleur 328, de Smart Lippotlood. En als lipstick heb ik de Unlimited Stilo in de kleur 3. Dat is een iets lichtere kleur dan de potlood, maar ik heb er zo deze kleur van gecreëerd. En het is mat, dus het blijft lang zitten. Nou, dit was het dan. Dan hoop ik jullie snel weer te zien bij mijn volgende video. Doeg!